en welkom bij deze super duper leuke nieuwe video. Want ik ben weer bij jullie terug met een grote winactie. Jullie weten, ik doe altijd ongeveer 2-3 keer per jaar zo'n grote winactie. En het werd weer tijd. Mijn winactiela was weer helemaal gevuld. En ik heb weer een heleboel producten voor jullie die jullie kunnen winnen. En ik ga jullie vandaag alles vertellen over hoe je kunt winnen. En wat je kunt winnen. En al die shizzle. Dit is een beauty winactie. Wat inhoudt dat alles wat je vandaag kunt winnen te maken heeft met beauty. Dus het is of make-up of skincare of accessoires. Whatever it is. Het heeft allemaal te maken met beauty. Dus het is één super super groot beauty pakket. Ik zal eventjes alvast een aantal vragen beantwoorden waarvan ik al weet dat ik ze ga krijgen. Een van die vragen is: Sarah, waarom geef je zoveel make-up weg aan één persoon in plaats van een heleboel kleinere pakketjes voor meerdere personen? Omdat ik daar gewoon geen zin in heb. Een heleboel kleine pakketjes maken kost mij heel veel tijd, want ik vind dan ook weer dat ze allemaal evenveel waard moeten zijn en ze allemaal even leuk moeten zijn. En dan ga ik er allemaal veel te veel aandacht aan besteden. En dat kost mij dan weer allemaal veel te veel gedoe en tijd. Dus ik maak gewoon één groot pakket die één persoon wint. En die persoon kan dan alles wat hij niet gebruikt weer uitdelen aan vriendinnen, familie, wie dan ook. En op die manier winnen er toch een aantal mensen. Ook wil ik alvast zeggen, ik ga aan het einde van de video vertellen wat je kunt doen om te winnen. Als je niet helemaal tot het einde wilt wachten, beneden in de beschrijving staat ook hoe je kunt winnen. Alle stappen die je moet volgen. Volg letterlijk alleen maar de stappen die je moet volgen. En volg ook alle stappen. En stuur me alsjeblieft geen privéberichten met: Sarah, ik doe mee met de winactie. Of gewoon privéberichten omtrent de winactie. Want dat is heel vervelend voor mij. Want elke winactie weer, word ik overspoeld met DM's van mensen die gewoon mij even willen laten weten dat ze meedoen. Dat hoeft niet. Je hebt geen extra kans als je mij een privébericht stuurt of zo. Doe gewoon alles wat je moet doen en dan maak jij gewoon kans. Natuurlijk, als je gewoon een vraag hebt of zo, dan mag je mij gewoon berichten. Ik heb het meer over gewoon de berichten zoals ik doe mee en dat soort dingen. Dat soort dingen hoef je mij niet te berichten. Deze winactie is geldig voor zowel Nederland als België. Dus al mijn Belgische volgers kunnen ook gewoon meedoen en jullie maken ook gewoon kans om te winnen. Ik ga in deze video alles laten zien wat je kunt winnen. Als jij geen behoefte hebt om dat te zien of als je het misschien een verrassing wilt houden, spoel dan gewoon eventjes door naar het einde van de video. Ik zal hier even de tijd zetten waarin ik ga vertellen wat je moet doen om te winnen en dan hoef je niet helemaal per se alles te zien. Maar als jij wel heel graag wilt weten wat je kunt winnen, blijf dan vooral nog eventjes kijken. Vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren, zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week en dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, mensen, het is echt super veel. Heel deze tas kun je winnen. Ik kan hem niet eens dragen. Zo zwaar is die. Hij is helemaal propjes vol gevuld. Zie je dat? Voordat ik begin met alles te laten zien, zal ik heel eventjes snel vertellen welke lipcombo ik op mijn lippen heb. Ik heb een lippot loodje op van Nabla in de kleur Nude nummer 5. Dit is echt mijn nieuwe fave lippot loodje. Echt een prachtig nude lippot loodje. En ik heb mijn lippen ingevuld met deze lipstick van Be Creative Makeup in de kleur 001 Blossom. En dit is een hele mooie lichte bruine nude kleur. En dat is nou de combo die ik op mijn lippen heb. Het lijkt nou heel tijd alsof ik naakt ben, maar obvious ben ik dat niet. Ik heb gewoon dit strapless dingetje aan. Oké, ik ga even heel snel alles laten zien wat je kunt winnen. Ik ga niet uitgebreid op elk product in, want dan zitten we hier echt een eeuwigheid. Maar ik ga gewoon eventjes snel alles laten zien wat je kunt winnen. En ik ga beginnen met dit zakje. Dit is een zakje met gewoon een heleboel nepwimpers. Echt een heleboel. Dit zijn er volgens mij echt 20 of zo, of I don't know. Maar in ieder geval een heleboel nepwimpers. Ik heb ze allemaal in een zakje gedaan om ze bij elkaar te houden. Anders gaan ze allemaal zo los kwijtraken en zo. En dit zijn wimpers van Ardell. Een heleboel wimpers van Ardell. Ik heb hier een aantal wimpers van Boozy Shop. Ik heb hier ook wat wimpers van Miss Sauda. Er zijn echt een heleboel stijl wimpers hierin. En die kun je dus allemaal winnen. Dus ik hoop dat de persoon die wint van neppe wimpers houdt. Dan heb ik hier mijn fave Maybelline Sky High Mascara. Een van mijn fave mascara's. Super, super fijn. Ik heb hier een hele grote Kabuki Brush van W7. Dit is heel handig voor je lichaam, voor als je iets aanbrengt op je lichaam. Zoals ik heb vandaag hier een glow aangebracht en dan gebruik ik altijd zo'n kwast om dat aan te brengen. Dan heb ik hier nog een zakje met allemaal nagellak. Dit is echt een heleboel nagellak van heel veel verschillende merken. Ik heb hier van Catrice, van UMG Cosmetics, van Miss Sauda, van Easy Paris. Echt gewoon een heleboel merken en kleurtjes. Dus ik hoop ook dat de persoon die wint van een nagellak houdt. Ik heb hier een dag en een nachtcreme van Revue. Ik hoop dat ik het goed uitspreek,
I'm not sure. Dit is dus een crème voor je gezicht voor zowel overdag als 's nachts. Een ideale combo om samen te gebruiken. Dan heb ik hier van Webbekos nog een gezichtscrème. Ik heb hier van W7 de Brow Showing Stamp. Dit is een wenkbrauwproduct. En ik heb van NYX Cosmetics de Control Freak wenkbrauwgel. Deze wenkbrauwgel is super fijn. Ik gebruik hem ook. Ik heb hem dubbel vandaar dat deze in de winactie zit. Dit is echt een hele fijne wenkbrauwgel. Dan heb ik hier Aleya Nep Wimpers van Queen Tarzi. Echt hele mooie naturel nep wimpers. Echt fantastisch. Ik heb hier de Mini Brow Wiz van Anastasia Beverly Hills. Dit is een product voor je wenkbrauwen. Ik heb hier van W7 hun Glow Poeder. Dit is een losse poeder om je gezicht mee te baken. En ik heb hier een random losse kwast. Dit is zo'n buffing kwast. Ik weet niet van welk merk. Oh, van Nirei Beauty. Van W7 ook weer heb ik hier de Princess Potion Primer. Dit is een gezichtsprimer voor onder je make-up. Ik heb van Spa hier een foot scrub. Dus een scrub voor je voeten. Ik heb van de Kruidvat Huismerk Collectie hier hun Skinny Mascara. Ik vind deze echt heel erg fijn voor de onderste wimpers. Want hij is echt heel erg dun. Van Benefit heb ik hier de Mini Professional Primer. Deze heb ik al in het groot. Dus ik heb hier een kleine versie voor jullie. Ik heb hier van Essence een handcreme. Ik gebruik geen handcreme. Dus handcremes doe ik bijna altijd gelijk in de winactie. En van Olay heb ik hier een oogcreme. Ik gebruik ook geen oogcremes. Dus ik hoop dat ik iemand hier blij mee kan maken. Van UMG Cosmetics heb ik hier een gezichtspaletje. Een super mooi paletje met een bronzer, blush en wat highlighter kleurtjes. Heel erg mooi. Van Pixi heb ik hier de Rose Cream. Ook weer een crème voor je gezicht. Ik heb hier een kwasten set. Die heb ik ooit gekregen in een Shein pakketje. Ik gebruik deze kwasten niet. Dus daarom heb ik hem in de winactie gedaan. Ik heb hier van Clarins een lip product. Dit is een soort van lipbalmpje in een hele mooie kleur. Dit is echt zo'n mooie rosy kleur. Dit is de kleur 705C Soft Berry. En van Boozy Shop heb ik hier een foundation kwast. Maar ja, het is een foundation kwast. Maar je kunt hem gebruiken voor van alles. Ik gebruik zulke kwasten ook heel vaak voor gezichtsmaskers. Van Catrice heb ik hier de Fake Lips Plumping Lip Primer. Volgens mij is het gewoon een soort van lipgloss of een lip primer voor onder lipstick. Ik heb hier nog een hele mooie roze lipgloss. Hier heb ik een klein setje met allemaal van dit soort crèmes of zo. Dit is gewoon van alles. Ik weet ook niet precies wat erin zit. Ik heb hier dit handige make-up tasje om alle make-up die je vandaag wint in te doen. Ik heb hier van Makeup Revolution Relove een contour en een blush paletje. En van Essence heb ik hier echt prachtige nepnagels. Ze zien er echt super mooi natural uit. Als ik geen acryl nagels had gehad, dan had ik deze echt zeker aangebracht. Van Inviso Bubble heb ik hier twee elastiekjes voor in je haar. Een zwarte en een bruine kleur. Deze heb ik ook dubbel. Deze heb ik net nog in een andere video gebruikt. Ik had hem zo hier om mijn knot heen gewikkeld. Deze zijn echt super fijn en mooi. Van Body X of zoiets heb ik hier een hele grote tube body lotion. Hier ga je echt super lang mee doen. Dit is echt heel erg veel product. En van W7 heb ik hier een eye stamp. Dit is zo'n eyeliner met een stempel erbij om zo makkelijker aan te brengen. En van Revue heb ik hier weer een nachtcreme. Van L'Oreal heb ik hier de Elvive More Than Shampoo. Deze shampoos zijn heel erg fijn. Ik gebruik er hier ook eentje van. En ik vind die echt heel erg fijn. Maakt je haar ook echt heel goed schoon. Van Kruidvat Huismerk heb ik hier scheerschuim. En van Hawaiian Tropic of zoiets. Dit merk is ook te koop bij Kruidvat. Heb ik hier bruiningsmousse in de kleur light medium. Ik hou van bruiningsmousse. Alleen ik gebruik altijd ultra dark. Dus light medium is te licht voor mij. Daarom heb ik hem in de winactie gedaan. Van We Color heb ik hier een shampoo. We Color is echt een super fijn merk. Ik gebruik altijd hun haarverf. Echt amazing. Van Douglas heb ik hier een beetje een rood-oranje-achtige lipgloss. Ik heb hier van Catrice een wenkbrauwproduct. Van Pixi heb ik hier een pressed glitter paletje. Echt prachtige glittertjes. En nog twee make-up applicators. Hier wat sponsjes en hier een kwast van Elf Cosmetics. Hier heb ik nog een zakje gevuld met allemaal matte liquid lipsticks van By Kelsha. Dit is hun hele collectie, dus je krijgt echt een heleboel matte liquid lipsticks. Van Essence heb ik hier de What The Fake Lip Gloss. Dit is echt een hele fijne lipgloss. Van We Color heb ik hier de Argan Silk Argan Cream. Dit is ook voor in je haar om je haar te verzorgen. En ik heb hier nog twee producten van Clarins. Hier is de Clarins 4D mascara. Dit is echt een van de fijnste mascara's die ik heb. Super fijn. Ik heb die nog toevallig vandaag gebruikt. En hier de Natural Lip Perfector. Dit is gewoon een lipproduct. Ik heb hier nog een make-up kwast van Messauda. Dit is een oogmake-up kwast, een oogblender. Van Clarins heb ik hier een self-tan druppels voor je gezicht. Van E-Cooking heb ik hier een repair shampoo. E-Cooking is ook echt een fantastisch merk te koop bij Easy Paris. Kost wel wat, maar is echt
echt heel erg fijn. Ik heb hier een hele kleine oogschaduw van een Colistar in een bruinige kleur volgens mij. Dan heb ik hier nog een blending kwast, oogkwast van het merk Nashni, I don't know, ik weet niet hoe je dit merk uitspreekt. Van Revel heb ik hier een gezichtsserum. En van Vital Vite of zoiets heb ik hier nog een ander gezichtsserum. Ik heb hier een heleboel skincare producten van Revel en Revax of zoiets. Dit zijn gewoon allemaal random gezichtsproducten. Crèmes, serums, dat soort dingen. Echt een heleboel. Die kun je dus ook allemaal winnen. Van Revox heb ik hier ook een toner. Ik heb hier een random bruisbal voor in bad. Van Revolution Relove heb ik hier een HD matte poeder. Dit is echt wel een fijne poeder. Deze had ik ook dubbel. Van Clarins heb ik hier weer een lipproduct. En ik heb hier van een of andere random merk ook een gezichtscreme. En ik heb hier ook een voetmasker. Deze zijn te koop bij Kruidvat. Deze had ik ook dubbel. En ik heb hem al gebruikt voor mijn eigen voeten. En ik vind dit soort maskertjes voor de voeten altijd heel erg fijn. Je krijgt echt zo'n hydratatieboost. I love it. Ik heb hier van Invisse een bobbel. Nog twee elastiekjes in twee lichtere kleurtjes. Ik heb hier van No Bay ook weer micellair water. Ik heb hier de Ice Day and Night Elix van By Kelsha. En ik heb hier ook wat oogpads voor onder je ogen. Van Bougie Shop heb ik hier een brush cleaner om je kwasten mee schoon te maken. En van W7 heb ik deze Glowy Setting Spray. Van Fix & Rouge heb ik hier ook weer een matte fine crème voor je gezicht. Dit is zowel een crème als een primer. Van Spa heb ik hier een body scrub, dus een scrub voor je lichaam. Van Kruidvat Huismerk heb ik hier een volume shampoo. En ik heb hier de hele Kiko X Wonder Woman collectie. Die zit hier helemaal in, dus die kun je ook winnen. Van NYX Cosmetics heb ik hier een beauty blender. Als je me al een tijd volgt, weet je dat ik dit echt een van de fijnste make-up sponsjes vind. Ik heb hier van Guess een body mist, een body spray. Deze gebruikte ik vroeger altijd zo vaak. Ik denk dat echt elk meisje dit vroeger gebruikte. Dit was echt de parfum van die tijd. Dit geeft mij helemaal weer van die old school vibes. Van Revolution heb ik hier de Pore Finish Primer van Relove. Ik heb hier van Clarins een Self Tan Milky Lotion. Dus ook een bruiningscreme. En van CS heb ik hier weer een gezichtscreme. Ik heb hier ook weer van Revolution Relove een mascara. Van Pixi heb ik hier een Glow Matte Cleanser voor je gezicht. Ik heb hier weer een random rozige-achtige lipgloss. Van CS heb ik ook een Cleaning Face Gel. Dus om je gezicht mee te reinigen. Van Mesauda heb ik hier een lipproduct. Tenminste, volgens mij is het een lipproduct. Ja, dit is een lipbalmpje of zoiets. Van Spa heb ik hier een body butter, dus voor je lichaam. Van Shop heb ik hier een lash serum. Van W7 heb ik hier de Hot Shot Lip Gloss. Deze maakt je lippen echt voller. Je lippen gaan echt helemaal branden. En ik heb hier nog een liptopper van Sleek Cosmetics. Ik heb hier van Morphe een lipgloss set. Dit is een lipgloss set in samenwerking met Sweetie, met drie kleurtjes. En dan heb ik hier nog een heleboel oogschaduwpaletjes in de aanbieding. Ik heb dit Total Eclipse paletje van W7. Dit is echt een dupe van een Huda Beauty paletje. Ik heb hier het W7 Delicious paletje. Ook echt een heel mooi paletje. En ik heb hier de W7 Life's a Peach palette. Oh, die is nog dicht, dus die kan ik niet openmaken. En dan heb ik hier drie paletjes van de Easy Paris Tropical State of Mind collectie van Only You. En dit is de hele collectie. Van Shein heb ik hier een beauty blender. Ik heb van Tangle Teaser deze haarborstel. Deze gebruik ik zelf ook altijd in de douche en ik vind hem echt heel erg fijn. Van Pixi heb ik hier een oogcreme en van Spa heb ik hier een body lotion. Dan heb ik hier een mini Pixi toner. Ik heb hier van We Color een haarmousse. Van Revolution Relove een highlighter. Deze gebruik ik zelf ook en ik vind hem echt heel fijn. Van UWG Cosmetics een baked blush. Deze blush heb ik ook dubbel en dit is echt een van mijn fave blushes. UWG baked blushes zijn echt amazing. Dus je gaat hier echt heel blij mee zijn. Van Mesauda kerstcollectie heb ik hier een highlighter in een hele mooie lichte wit gekleurd. Van UWG Cosmetics heb ik hier ook een lipgloss. Hun glossjes zijn ook echt heel erg fijn. Van Catrice heb ik hier een wenkbrauwgel. Van Essence heb ik hier een wenkbrauwpen. En ik heb hier ook van Catrice een mascara. En ik heb hier van W7 ook een mascara. Nou jongens, dit waren dan alle producten die je kunt winnen. Zoals je hebt gezien is het echt een heleboel. Ik hoop dat jullie deze producten leuk vinden. Wat moet je nou precies doen om te winnen? Nummer 1 is like deze video en abonneer op mijn YouTube kanaal, obvious. Nummer 2 is volg mij op Instagram. Als je geen Instagram hebt, maak er gewoon eventjes snel eentje aan en
volg mij daar. En nummer 3 is, laat een leuke reactie achter onder deze video. Het maakt niet uit wat je zegt. Vertel gewoon iets leuks, waarom je wilt winnen of zo. En ook heel belangrijk, laat je Instagram naam achter. Want als je wint, dan stuur ik je een berichtje via Instagram. Dus als je je Instagram naam niet achterlaat, heb je dus ook geen kans om te winnen. Dus like, abonneer of volg mij op Instagram en laat een leuke reactie achter. Plus je Instagram naam. Deze winactie loopt voor precies 1 week. Dus volgende week ga ik bekendmaken wie deze winactie heeft gewonnen. Nou, ik hoop dat deze winactie jullie weer een beetje blij maakt. Vooral in deze beetje moeilijke coronatijden zijn toch wel veel mensen een beetje down. Dus ik hoop dat ik jullie met dit soort winacties weer een beetje blij maak. Want ik doe deze winacties echt puur voor jullie. Ik heb hier zelf echt helemaal niks aan. Het is gewoon puur voor jullie. Om jullie ook een beetje te belonen. Omdat jullie altijd zo er voor mij zijn. En al mijn video's bekijken en liken en dat soort dingen. Dus ik vind het ook altijd heel belangrijk om iets terug te doen voor jullie. Nou, dat was het weer voor vandaag. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!